Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik met jullie kijken naar de Homizard PE-meter. Deze Homizard PE-meter kan je aansluiten op jouw slimme meter en daarmee kan je je slimme meter uitlezen. De laatste tijd zijn natuurlijk de energieprijzen aardig gestegen van zowel energie als gas. En om een beetje inzicht te krijgen in je verbruik, kan je zo'n PE-meter aansluiten op jouw slimme meter. Dit apparaatje werkt via wifi op de 2,4 GHz band. Hij ondersteunt 1 tot 3 fasen. Hij ondersteunt een normaal en dal tarief. Saldering ondersteunt hij. Verschillende meters kan je hem op aansluiten. En je kan ook een 5 volt, een 500 mA adapter aansluiten. Dit is alleen niet per se nodig. Je moet je even eventjes kijken naar de versie van jouw slimme meter. Heeft jouw slimme meter een versie lager dan 5.0, dan heb je een stroomadapter extra nodig. Heb jij een slimme meter met versie 5.0 of hoger, dan kan je hem rechtstreeks aansluiten op jouw slimme meter. En dan zal die voldoende stroom krijgen vanuit de slimme meter. Dus dan heb je geen extra adapter nodig. Oké, laten we eens kijken wat er allemaal in de verpakking zit. Als eerste vinden we een kleine handleiding. Hier staat een beetje in beschreven wat de LED-lampjes, de kleuren van de LED-lampjes betekenen. Er staat ook nog een klein stukje over de stroomadapter, wanneer je die nodig hebt. Dus mocht je nou niet meer weten hoe dat zat, kan je het hierin teruglezen. En hier op de achterkant staat nog wat meer informatie over de meetgegevens. Wat je kan doen als je geen verbinding krijgt met wifi. Dat staat allemaal hier achterop. En dan vinden we hier alleen nog de PE-meter zelf. Het is een klein apparaatje, welke je dus rechtstreeks aan kan sluiten op je PE-meter. Zelf heb ik ook nog een actieve splitter van Homizard. Ik heb wat meerdere apparaten op mijn PE-port aangesloten. En dan is het dus wel handig om een actieve splitter te hebben. Mocht je nou bijvoorbeeld je zonnepanelen op je slimme meter hebben aangesloten of een Eneco-toon, dan heb je zo'n actieve splitter nodig, zodat je ook deze kan aansluiten. Die actieve splitter die heb ik al opgehangen en geïnstalleerd. Dus laten we nu eens gaan kijken naar het installeren van de Homizard PE-meter. We zijn hier bij mijn groepenkast. Hier zie je de slimme meter. Hier op de slimme meter staat de SMR-versie. Bij mij is het 5.0, dus ik heb geen extra voedingsadapter nodig. Waar de PE-port zich op de meter bevindt, dat verschilt een beetje per meter, dus dat is eventjes opzoeken. Bij mij staat hier P1, dus dan weet ik dat daar de port zich bevindt. Bij mij zit er een kabeltje in, die gaat naar de actieve splitter toe. En hier zien wij de actieve splitter. Het groene lampje is dat er power op staat, dus dat er spanning op staat. En de witte lampjes is de connectiviteit. Het geeft weer dat er een signaal wordt verstuurd naar het kabeltje wat daar aangesloten is. En hier ga ik dus ook de PE-meter op aansluiten. Ik heb hier de PE-meter en ik ga hem erin klikken. Eens kijken. Zo. En nu zal hij als het goed is gaan opstarten. En kan ik hem gaan verbinden zometeen met de Homizard app. Dus laten we naar de app toe gaan. We zijn hier in de Homizard Energy app. Mocht jij de app voor de eerste keer gebruiken, dan moet je eventjes een account aanmaken bij Homizard. En dat spreekt allemaal voor zich, dat is allemaal niet zo heel lastig. Als je dat hebt gemaakt, dan kan je een apparaat gaan toevoegen. En we selecteren hier de PE-meter, want deze willen we gaan toevoegen. Dus die selecteren we. En dan wordt gevraagd of die helemaal correct is aangesloten. Nou, dat is die. Nu kunnen we hem in de koppelmodus gaan zetten. Daarvoor druk je de knop in het midden van de PE-meter in. Net zolang totdat hij donkerblauw oplicht. En dan klik je op volgende. Ja, nu gaat hij verbinding maken met de PE-meter. Dus hij vraagt of je wil verbinden met het wifi-netwerk van de PE-meter zelf. Als hij dan verbinding heeft, dan gaat hij de apparaatgegevens ophalen van de PE-meter, zodat hij die kan
koppelen aan jouw account. Hij vraagt ook of hij op het lokale wifi-netwerk mag zoeken naar andere apparaten. En dan kunnen we de wifi gaan koppelen of de wifi-gegevens gaan invullen. En als je dat gedaan hebt, dan zal die verbinding gaan maken met jouw wifi-netwerk. En als je dan eenmaal verbinding heeft, dan zal hij hem gaan toevoegen aan je huis. Dus daar moeten we eventjes op wachten. En vervolgens kan je de PE-meter een naam gaan geven. Ik laat hem gewoon op PE-meter. En nu gaat hij de updates ophalen. Dus dan zorgt hij ervoor dat jij de laatste updates hebt van de PE-meter. Dus ook hier moeten we weer eventjes wachten. Nou, hij is klaar met updaten. Je komt nu op het nu-scherm terecht en hier zie je de live weergave van jouw stroomverbruik. Gasverbruik is helaas niet mogelijk. En dat komt omdat een gasmeter op een batterij werkt. Dus die update maar 4 keer per dag om zo batterij te besparen. Dus ja, dat is helaas niet mogelijk. Ga ik nu nog eventjes de PE-meter aan Homey koppelen. Ik ben hier in Homey. Ik ga een apparaat toevoegen. Hier moeten we de Homizard app installeren. Energy P1 dongle, die willen we installeren. Nu gaan we even wachten tot hij de app heeft geïnstalleerd, zodat we vervolgens de P1 dongle kunnen koppelen aan Home. Oké, hij heeft hem gevonden. Klikken we op ga door. En nu is die toegevoegd. Kunnen we erop klikken en dan kunnen we hier zien wat we allemaal aan verbruik hebben. En het huidige vermogen natuurlijk. Hier kunnen we eventueel nog flows maken. Laten we daar ook eventjes naar kijken. Gaan we hem even opzoeken. Home Wizard. Nou, in de als-kolom kunnen we zeggen het vermogen is veranderd. De gasmeter werd groter of kleiner. De gasmeter is veranderd. Totaalverbruik. De stroommeter is veranderd. Het verbruik van T1 en T2 werd veranderd. Groter of kleiner. In de N-kolom hebben wij geen kaarten. En in de Dan-kolom hebben wij ook geen kaarten. Dus we hebben alleen maar triggerkaarten in de als-kolom. Nou, zo koppel je dus je Homizard P1-meter aan je slimme meter, vervolgens aan de Homizard app en aan Homey. Nu moeten de tabbladen in de Homizard app gewoon eventjes bijwerken. Maar ja, daar gaat natuurlijk gewoon tijd overheen. Dus voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren. Vond je nou een leuke video, doe ook even een blauw duimpje omhoog. En ja, zet ook even de notificatiebelletje aan, dan krijg je elke keer een notificatie als ik weer een nieuwe video plaats. Bedankt voor het kijken en tot de volgende!